moet ik zeggen, jongetjes, daar zijn de namen. Ermano Capelli, een Italiaan. Reynold Smith, een Zuid-Afrikaan. En dan een Wouter Mol. Dat is een Nederlander. Kent u ze? Yes. Die drie hebben een voorsprong van 5 minuten op de wereldberoemde Daan de Jonge. En dan het peloton, dat volgt op 8 minuten en 23 seconden. En dat peloton, dat komt hier nu op dit ogenblik aan onze neus voorbij. Laten we zeggen dat het peloton bijna een halve ronde achter ligt op de drie koplopers die nu bezig zijn aan de Bruine Put. En volgens kenners, dus ook José de Kouwer, is dat de lastigste van alle bergjes op het plaatselijk parcours. Maar hoe is de koers verlopen? Bij dat rotweer hebben ze zich een beetje verstopt. Was het een beetje dichtbij inkruipen om beschutting te vinden tegen de regen? Daar ziet u die jongen op 5 minuten dus. We geven het woord aan Carl de Kool. En we horen het ook aan het wat nasale. Van Sonier Duval versnellen, ondanks het feit dat hij een man helemaal vooraan in de koers heeft. Ja, maar ik denk dat ook binnen die ploeg van Sonier Duval gewoon kijken is. Deze mannen weten ook niet echt goed waar ze terechtkomen op dit moment. Die zien een beklimming en die denken van dit moment. Probeert misschien wat mannetjes mee te krijgen en denkt eraan, oké, ze rijden daar nog 5 minuten vooraan als we die maar kunnen wegkomen. De wedstrijd moet nog allemaal beginnen, maar het zijn nog 5 ronden. En deze beklimming is niet alleen in deze, er komen er nog een paar bij, de berg van Jacques, zoals hij er net al zei, dan de Lindenberg op de Lindenstraat. Dus eigenlijk diep in de finale gaat dat hier nog harken worden. En Paolo Bettini heeft zijn jasje blijkbaar afgegeven en kom je tussen de wagens terug. En ondertussen krijg je daar dan toch vooraan een eerste scheur. En dan zie je al een paar jongens met verschillende kleuren op de rug meeschuiven om toch maar niet meteen een vlucht te missen. Ik meen Kevin De Weer te herkennen, Karel. Ja, dat klopt. En de man die het aanstak, dat was Raoul Alarcon van Sonier Duval. Ik zie ook onder meer Pavel Brut zitten van Tinkoff en dan nog een paar jongens die... Dezelfde renners aan de start komen daar tegenover. Ploegen als die toch iets meer hier gevestigd zijn. De ploegen als Rabobank, Quickstep en uiteraard ook de mannen van Silans Lotto met een iets wat gemengde ploeg. En bij CSC toch nog een paar mannen die gemotiveerd zijn om deze wedstrijd uit te rijden of er dan toch nog een ronde bij te doen. Dat heeft natuurlijk ook veel te maken met het feit dat de meesten gaan rusten nu met het oog op de Ronde van Vlaanderen. Cancellara die is vandaag al naar huis gevlogen om in eigen kring de voorbereiding helemaal af te werken en rekenen op de zogeheten supercompensatie. Na de inspanning...
rustperiode inbouwen. Uiteraard elke dag wel wat losrijden en de korte trainingstondes doen. Dat moet. Maar dan hopen dat je nog naar een hoger niveau gaat. Een aandachtige Geert Vrijen ook vooraan gezien. Daarnet. Ja. Uiteraard in de situatie daar bij Mitsubishi Jartasi volledig voor zichzelf mogen rijden hier. En proberen toch vandaag, denk ik. Kijken, een beetje recupereren als dat enigszins nog mogelijk is, want we zitten hier toch op een lastig stuk. Hè? Vandaar dat Gilbert zat om te kijken. Die werd namelijk ingelicht vanuit de volgwagen. Stubbe is op komst, daar kun je eventueel nog op rekenen. Maar laten we vooral op de krachten van Gilbert zelf rekenen. Het waren er 15, het zijn er nog altijd 15. Alhoewel, doe er maar een paar vanaf. Ik denk dat we mogen afklokken op een stuk of 13. En hier komen hier de volgende achtervolgers met Jurgen van den Broek, die inderdaad al dat goede van hem bevestigt. Van den Broek die zijn carrière investeert en persoonlijke trainer aangeworven heeft met Stubbe, met Frederik Willems die hier nu komt aansluiten. Nico Simons. Dat is op een halve minuut. Simons die er hier tussen zit, een Brabander die zich wil onderscheiden. Op een terrein dat hem goed ligt. En dan de mannen van Rabobank die dan toch uiteindelijk uit hun pijp komen. Langeveld daar op kop met in derde positie achter hem Freire en... Achteraan in het peloton, Thomas Dekker. Van pijn vertrokken gezichten. Fletcher zit ook heel, heel ver. En Moernout zit ook heel, heel ver. Ik denk niet dat het van die van Rabobank zal komen. Nee, het zal niet moeten van die mannen komen. Langeveld die daar alleen dus vooraan zat te rijden met Freire in een aandachtige positie. Daar in derde plaats, maar... Wat goed is, komt snel. Dit bizarre stukje voor elkaar krijgt en aansluit bij deze Chavanel, mogen spreken van een bijkomende grote favoriet voor de Ronde van Vlaanderen? Ik denk dat voor Gilbert belangrijk is erbij te geraken en dat proberen bij te geraken zo laat mogelijk. Want wanneer Chavanel de kans krijgt om een paar kilometers of een 10 kilometers lang in het wiel van Gilbert te zitten, dan wordt het toch problemaal kunnen houden ten opzichte van het peloton. En Karel gaat daar een antwoord op geven. Ja, we zitten in het spoor van de vier. Gilbert die op kop is opgedraaid op de Alsenberg. Dan Willems die hier in de vorige ronde indruk maakte. Visconti aan het wiel en dan Fletcher. Begint hier al de strijd voor de tweede plek? Of gaan ze dan de dag mee wachten tot straks in de aankomstzone? Willems heeft zich nu op kop gezet. We draaien ons om. Zien voorlopig nog niet de voorwacht van het peloton. Er komt geen versnelling bij de vier. Alhoewel, Visconti nu van op de kop met een versnelling. Gilbert daar vlot naartoe. Dan Fletcher in het wiel en dan Willems opnieuw. En nu gaat Gilbert nog eens aanzetten. Visconti moet counteren, moet pareren. Willems, dat is al wat krampachtiger. Ook bij Fletcher is het krampachtiger. Ja, Gilbert slaat een gat met Visconti. Gilbert. En wat levert hem dat uiteindelijk op? Een beetje een verbeterd bewustzijn. Ik heb inderdaad nog goede benen. Ik kan een rol spelen straks in de Ronde van Vlaanderen. Als ik op een goede manier aan de voeten van de muur van Gerardsbergen afgezet word, dan kan het misschien toch wel dat ik meega met de allerbeste. Met een Bonen of met een Hoste of met een Balam of met een Cancellara. Dat zijn mijn topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Gilbert daarbij zetten?
toch wel een sterk nummer. Zit je dat hem hier ook weer doet. Dus Eipen van Ver moet terugkomen na die valpartij. Maar de overwinnaar voor de tweede keer deze week heet deze jongen uit Châtellerault. Hier is Sylvain Chavanel, de eerste Fransman op de overwinnaarskaart van de Brabantse Pijl. Na een alweer indrukwekkend nummer, niet alleen van hemzelf, maar ook van die... Philippe Gilbert, die tot twee keer toe ten aanval trok, zijn meester moest herkennen in Chavanel, mede door pech op het moment dat Chavanel ging, stond hij te voet, kon dus niet reageren, maar heeft inderdaad wel de goede benen en is gerustgesteld met het oog op de Ronde van Vlaanderen. Hij is tweede. En dan gaan we kijken naar de sprint voor de derde plaats, waar Fletcher nota bene de bovenhand haalt. Hij is derde, Visconti is vierde en Willems is een knappe vijfde. Willems is de tweede Belg in de top vijf. Sylvain Chavanel, zijn vierde van het seizoen. Hij is verbluffend sterk. En die profeet, dames en heren.